bij de tweede aflevering van de Hidden Hills Show. En vandaag hebben we te gast... Moet ik mijn eigen naam zeggen? Ja, zeg maar. Gina! Gina! Woe! Nou, we gaan deze podcast echt heel veel leuke en grappige dingen doen. En we gaan natuurlijk vooral hebben over kleren en over Gina zelf. Ik ben even benieuwd, hoe gaat het met je? Waar staan jullie in je leven? Er gaat volgens mij heel veel gaande. Ja, waar sta je? Ja, het gaat goed. Ik ben net verhuisd. Ik woon in mijn eigen huis. Dus alles daar okay. Ben ik druk mee. Ja, alles oké. Okay. Met sporten? Echt heel mooi uit. Vanochtend gesport. Oh. Daar hadden we het net heel uitgebreid over voor de podcast. Ja, nee, dus het gaat goed. Je huis ziet er echt heel mooi uit. Ja, het is echt mooi geworden. Echt heel blij mee. Het is bijna af nu. Het duurt wel lang, denk ik, hè, voordat je alles hebt ingericht. En, ja, vooral omdat meubels gewoon heel lang duren. Dus bijvoorbeeld mijn bank had ik al begin december besteld en die is echt nu pas net binnen. Dus alles duurt wel lang, maar voor de rest is het wel echt bijna klaar. Of, ja, we hadden het er net over dat het huis van Kim Kardashian zo mooi is, zo clean. Ja. Echt allemaal witte, volgens mij zijn haar meubels allemaal wit. Ja, dat was echt mijn inspo. Ja, een beetje crème, dat is zo mooi. Allemaal teddy dingetjes. Ja, heel veel van mijn vriendinnen die houden dus echt van kleur. Dus toen ze ze zeiden oké, we gaan een cadeautje voor je kopen, maar het mag geen kleur zijn zeker. Het mag geen kleur zijn zeker. Alleen maar zwart-wit. Ze snapte mij niet dat ik alles zwart is. Nee, en travel plans? Je gaat naar... Dus dinsdag naar Miami. Echt super veel zin. Zo leuk. Ik kan niet wachten. Echt heel veel leuke outfits geregeld. Ja, het valt wel mee, toch? 10 uur. Mm. Oh, hè? Dat is wel lang, hoor. Dat is lang. Ja, ik vind dat ook wel lang. Ik dacht 8 uur, maar 10 dus. Ja. Dat is lang. Maar het is wel waar. Over, het, je gaat echt tijd van je leven hebben. Ja, lekker en ook geen jetlag uitslapen. Gewoon meteen Gaan. Gaan er doorheen. Ja, gewoon meteen plannen maken. Ja, vooral in Europa. Ik wil graag nog even naar Ibiza. En met vriendinnen gaan we misschien naar Saint-Tropez. Dus allemaal leuke dingen. Dat is zo leuk. Ook leuk. Ja. En dan, drinken. Ja, moeten we toch wel even vragen. Oh. Maar, en hoe is je dating life? Ja, dit is er iemand? Ik wil er gewoon bijna niet over praten, zo deprimerend is het. Okay. Moet dit mijn oproep zijn? Hi jongens. Dit mag je oproep zijn. Je mag dit vragen, want er is echt niks. Maar waar, waar misschien hierna wel. Ik hoop het. Maar zit je echt in je era dat je op jezelf wil focussen? Of je staat voor open, maar je komt gewoon iemand tegen? Nou, ik vind het... prima zomer. Op zich, na de zomer zou ik het wel weer leuk vinden. Na de zomer. Na de zomer. En waarom na de zomer, hot girl Tina? Nee, niet dat ik los ga of zo, want ik hou er helemaal niet van. Ik ga deze zomer allemaal leuke dingen doen met vriendinnen. Ja. En dan, ja, als je dan een vriend hebt... Je hoofd staat er dan ook niet naar. Nee. Maar ik vind het wel superleuk. En natuurlijk sta ik ervoor open, maar... Als je iemand vindt, maar anders... Je gaat ook niet op zoek stemmen. Naar iemand, of ga je toch niet vinden? Nee. Heb je wel een lange vriend gehad voor een tijd? Ja, wel 2 jaar. Oh ja. Dus het is wel lang. Is het recentelijk uit ook? Of? Half jaar. Oh. Ja, dus dan is het ook wel lekker dat je even aan jezelf kan werken. Ja, en gewoon precies. Met vriendinnen lol kan hebben. Eigen plekje. Ja, zeker. Dat is dan helemaal gewoon leuk. Een nieuwe era. Ja. Echt de eerste opdracht. En we gaan de Oscar outfits raten. Die celebrities hebben even de outfits gepakt. En daar gaan we gewoon even lekker over judgen. Oh ja. We beginnen met Hailey Bieber. Ik zie het gewoon niet scherp. Dat is echt erg, hè. Hailey Bieber heeft hier dus echt fully black. Ja, ik vind het een beetje saai. Ik vind het niet zo. En ik vind dat korte haar... Ik vind haar echt zo knap. Maar ik vind dat korte ook haar heel niet zo knap. Mooi. Nee, ik vond dus toen ze lang heel blond haar had... Vond ik zo mooi bij haar staan. Ja, maar ik vond dat donker op zich lange ook nog wel mooi bij haar staan. Maar ik vind het korte... Ze heeft wel een mooi gezicht. Het had wat meer gekund, maar ik weet niet... Ik ben niet mega fan. Maar wat is de Oscar Ik vind het saai. Is het normaal dat mensen dit aantrekken? Nee, want dat is nee. We nee, gaan het zo ook is zien. Dat is wel heftig. Ja, er zijn mensen die echt all out zijn geweest. Terwijl ik haar er juist altijd echt mega mooi ja, vind. Ja, zij is echt Ik vind haar stijl is echt geweldig. Ja, van Hailey. Wat voor cijfer geven het? Ik een 7. Ja, nee, ik als ook je het zo cijfert, dan vind ik het wel een 6. Ja, 6. Is voldoende, maar gewoon... Echt jammer voor haar, want zij draagt alles gewoon niet meer door. Kylie Jenner. Kendall Jenner. Ik zag alleen de Jenner staan. Ik vind het wel leuk. Ik vind het heel mooi. Ik vind haar... En zoet haar lichaam heel mooi, vind ik. Ja. Ik vind het wel echt mooi. Ik vind haar, haar ook dus, leuk. Ja, vind ik ook. Vond ik yes, heel model. Mooi gedaan. Oh ja, ik geef dit zeker een 8,5. Ja, ik ook een 8. Oeh, ja, nee, ik 8, vind 8, dit 8, toch 8. Een 7,8. Ja. Gaat er. Next. Hater. Kylie Jenner. Ja, ik loop gewoon bijna geweldig. Alles wat zij doet. Ik vind alles, zij kan nog een... Ja, zij kan alles aan. Ik vind haar gewoon leuk. Ze is super knap, maar ik vind het ook weer een beetje saai. Nee, ik vind het wel leuk hoor. Het is een soort strik hier, toch? Maar ik vind de kleur wel cool. Een beetje metallic. Ja, dat is wel cool. Ja, ik vind het wel een 8. Ja, ik vind het denk ik ook wel een 8,2. Ik vond Kendall mooier. Oh, hier moeten we even... Dit is dus de actrice die in Euphoria speelde. Ik weet niet of jullie die serie hebben gezien. Oh, ik herken haar nu al. Ja. Ik dacht dat die ene die uiteindelijk met die vader en zo... Ja, dat is zij.
Ik moet... Oké, ze heeft een prachtig lichaam. Niet normaal. Niet normaal. Maar het lijkt net op een mondkapje wat om haar tiet vastzit. Ja, dat zeiden heel veel. Ik vind de make-up wel mooi. De haar vind ik mooi, maar ik vind het gewoon... Kijk, ik heb dan soms ook het idee... Ik vind het voor de Oscars. Moet wel iets classier. Ja, maar doen... Ja, maar ik heb dan soms het idee van... Doen ze expres zulke outfits gewoon puur voor de aandacht en de hype die ze krijgen? Ja, ja. Ja. Doet ze daar binnen toch wel iets van... Nou, het lijkt me wel koud. Ja, ja, het lijkt me wel even een nippelslip. Ze heeft een knap gezicht, hè? Ja, heel, ja, heel krachtig. Streng. Die ogen zijn mooi. Zo. Ja. Mooi gedaan. Ja, ik vind, dit is gewoon echt, ik ben echt geen fan van dit. Ik vind het gewoon een 4. Al had ik het aan gehad, vond ik het ook lelijk. Ik zou het mooi. Zo, het zou bij mij, ja, ik vind, wel, vind ik wel, het lichaam mooi. Kan het ja, maar dat ook mooi split ingekund. Ja. Ja, maar ik vind, nee, ik hou gewoon echt niet van dit. Ik geef het 4. Misschien was het idee beter dan de uitwerking. Ja. Wat geven jullie? 4,5. Ja, hetzelfde. Oké. Wat waren ze? Kijk, nu gaan we echt wat heel erg leuks doen. Wat zouden jullie aan doen naar de Oscars? Ik wil echt een hele overdreven mooie grote jurk. Met glitters. Ja. Voor iedereen, we gaan nu... jullie kennen Gina waarschijnlijk van een tijdje terug. En we hebben hele leuke foto's opgeschocht op Instagram. En die hebben we allemaal in een PowerPointje gezet voor haar om te beoordelen. Super van leuk. 1 tot 10. Ja. Ik vind het wel gebeurt schattig. Veel. Kijk hoe een ander gezicht ik had. Ja, je bent wel heel erg veranderd, hè? Je bent echt een jonkie. Maar je hebt wel echt een... Met een waarom dat knutje met een scrunchie? Maar je hebt wel echt een hele goede glow-up gehad. Vind je? Ja, vind ik wel. Ja, vind ik ook. Ik vind je heel knap. Je was daar gewoon een schattig kind. Ik heb deze broek nog steeds. Ja, maar ik vind de broek ook leuk. Weet je wat ik denk? Ik denk dat de items niet verschrikkelijk zijn los van elkaar, maar misschien met elkaar een beetje druk. Nee, het jasje is niet mooi, hoor. Ik zou dit nooit meer aandoen. Denk ik. Nee. En ook dat je je shirt zo bij je broek hebt. Ja, dat deed ik ook altijd. Dat was echt een ding. Dat was echt een ding. En dat deed ik ook altijd. Dat was op de kermis. Nee, echt? Ja. Ja. Hier ging het weer een beetje... Ze heeft een best wel leuke blouse. Geloof mij, het is heel oversized en ze heeft een hele leuke rug. Maar hoe het is aan... Ik moet de visie een beetje zien. Hoor. Ja, het is moeilijk te zien, maar deze outfit is gewoon anders lelijk. Gesteld. En die broek. Ja. Is dit een cargo skinny jeans? Ja. Was dat een ding? Dat waren ze. Dat viel mee. Nou, het viel mee. Hoe vind je je stijl nu? Ja. Nou, het is niet dat ik mezelf geweldig vind of zo. Dat ik denk dat heel veel mensen dat wel zeggen. Toen de camera uitstond heb je dat wel gezegd. Nee, maar dat ik mezelf heel geinig vind. Ja. Oh ja, dat is ook zo. Hebben jullie niet echt super veel, heb je niet heel veel jonge fans? Ja, vroeger wel. Nu bijna niet meer. Zijn ze allemaal meegegroeid? Ja, best wel. Dat is echt super leuk. Hoe zijn jullie dit begonnen en waarom? We zijn ooit heel lang geleden, dus dat ga je straks misschien wel zien, ooit begonnen met Instagram. En toen kregen we daar op een gegeven moment 10.000 volgers op. We waren altijd al best wel creatief en we deden theaterles en musicals en zo. En op een gegeven moment stopten we daar volgens mij mee. Toen waren we van oké, we willen een blog. Ja. En toen is het overgaan naar YouTube en zo een beetje. Je ziet er gewoon zo jong uit, het is echt bizar. Ja, ik had ook je bent gezicht. Wel veel volwassener gewoon, ja dat is logisch natuurlijk, maar... Beugeltje. Je bent wel in een korte tijd heel veel opgegroeid. Want sommige mensen veranderen niet zoveel vanaf... Nee, maar als ik nu foto's krijg, terugkijk, schattig. Want je bent hier 5 jaar jonger. Ja. Maar hoe ga je... Ja, ik denk het. Hoe oud ben je hier? 18. Maar hoe... Ben je hier 18? Nee, 13. Nee. Dit is 5 jaar terug, ze is nu 18. Ja, ze is hier 18. Maar hoe ga je ermee om? Want op 13 jaar en dan 100.000 abonnees halen, dat er komt best wel veel op je af. Terwijl je eigenlijk helemaal nog niet überhaupt echt kennis hebt over de echte wereld. Ik denk dat ik het nu pas een beetje door heb. Als ik nu af en toe maar heb deed ik het er al met over. Ja, maar onze ouders hielpen ons wel veel met edit en zo. Want dat konden we natuurlijk niet. We waren zo jong en we zaten op school. Maar ik denk niet echt dat we het door hadden. Ja, ik heb nog steeds niet echt door. Het gaat gewoon heel snel. Als ik een getal zie op mijn Instagram of... 1000 likes krijgen of zo, dan denk ik niet. Als je pas 1000 mensen voor je ziet, dan zie je het pas. Maar je hebt het niet echt door. Nee. Maar toen al helemaal niet. Maar als ik het er soms met Jade over heb, of als we filmpjes terugkijken, dan denk ik soms echt, oh my god, we waren zo jong. Ja. We hadden het zo niet door. Ja, ja. Zo heel onschuldig en aandoenlijk. En qua, ja, misschien een stomme vraag, maar er komt natuurlijk ook wel geld bij kijken. Deden jullie ouders dat vooral heel erg regelen natuurlijk? Want als kind, ik wist echt niet wat een euro was, zeg maar. Nee, ja, we kochten dan natuurlijk... Ik heb toen een keer met Jade hebben we dan een iPhone gekocht of zo. Dat is gewoon echt heel lang, echt na een paar jaar of zo. Oh, leuk. Maar daar waren we helemaal niet mee bezig. Dat is wel mooi ook. Gewoon, ja, het was precies, puur maar je bent het... zo jong, ja. Iemand kan tegen je zeggen 30 euro, maar
ja, oké, okay, je weet wel wat je van 30 euro kan kopen en wat ja, niet. Ja, maar je hebt helemaal niet dat besef. Je beseft niet. Nee, maar als je het ook met een vriendin doet en oké, okay, heel veel mensen kijken zeg maar, naar je, maar je vindt het echt leuk. Ja. Als je het echt heel leuk vindt en je doet het met een vriendin en je bent zo jong, dan ben je daar ook helemaal niet mee bezig natuurlijk. Zeker niet. Wat grappig. Altijd als ik erover nadenk, dan denk ik echt, oh, het is heel schattig. Ja. En ik denk dat het ook heel leuk is dat mensen met jullie meegroeien, zeg maar. Dus ze waren ook zo jong, toen keken ze naar jullie en dan zijn ze nu wat ouder en dan kijken ze nog steeds naar jullie. Hoe oud waren jullie toen jullie begonnen? Van 12 of zo? 10, 11. 10? Ja, kijk, is dat Kendall Jenner? Ja, oh my god, kijk hoe cool. Oh my god. Kwam haar zomaar tegen? Dit is zo cool. In New York kwam ik haar tegen. Rond de Met Gala was dat. En ik was hier zo jong. En mijn ouders zeggen dit nog steeds. Ze zeggen, toen jij in het vliegtuig zat, zei je... Pap, mam, ik wil zo graag Kendall of Kylie Jenner tegenkomen. En ik was echt 12. En ik wou het zo graag. En toen zo cool. Waren we naar de dierentuin, waren we. En toen op een gegeven moment liep er een hele crew met een model, maar niet per se... heel veel mensen om me heen. Toen zaten mijn ouders te kijken, maar ik was er niet echt mee bezig, weet je. Toen zei mijn moeder of mijn vader, ik weet niet meer wie je zei, dat is Kendall Jenner. En ik was echt, oh my god. Ja, want hoe groot is meer. De kans? Ja. En ik toen die bewaker vroeg, mag ik een foto? Die bewaker echt, nee, nee. Ja, zei mijn vader, roep er gewoon. Dus ik zei, Kendall, Kendall. Of mijn moeder, Kendall, Kendall. Toen, ze was zo aardig. Ze ging gewoon vragen, hoe gaat het? Waar kom je vandaan? En ze was midden in een shoot, hè. Ze was super aardig. Maar ik denk ook wel wat een misvatting is dat... heel veel mensen kunnen best wel slechte ervaringen hebben met bijvoorbeeld BN'ers of mensen die bekend zijn. Maar soms heb je gewoon ook je dag niet. En dan moet je nagaan hoe vaak als zij over straat loopt, hoe vaak mensen met haar op de foto willen. Tuurlijk. Constant aardig doen. En als je dan tegen één persoon zegt, nee, ik wil geen dan foto, dan haat ze jou. Ja. Dat is echt want wel moeilijk hoor. Want bedenk als je ongesteld bent of je hebt gewoon hoe echt, vaak lopen wij zo grijs of je hebt net slecht nieuws gehoord. Ik kijk of je bent nooit aan het bellen. Ja. Nee. Ja, of je voelt je outfit, je voelt je gewoon niet mooi. En dan wordt iemand op de foto met je en dan zeg je nee, dan ben je gelijk zo moeilijk. Ja, dat is echt wel in Nederland is vooral omdat het dan zo hoog in het publiek komt meteen. Ja. Dat is echt moeilijk. Maar in Amerika heb je natuurlijk overal die paparazzi ook die alles fotograferen. Dat is heftig hoor. Ja, maar ik denk in Nederland heb je dat niet echt, die paparazzi, dat ze overal foto's van je maken. Ja, maar op een juice kanalen ook al heftig hoor. Ja, dat is helemaal nieuw gekomen ook. Ja, dat was een gewoon. Jaar. Ja. Ik vind dat heel ben je heftig. Ben je ooit op een juice kanaal geweest? Ja. Echt? Ja. Dat is echt wel het was helemaal... net uit met mijn ex. Dus toen kwam ik erop, maar het was niet heel erg of zo. Niet het was meer gewoon van troubles in... Nee. Oh, het was gewoon meer... Het was meer gewoon troubles in paradise. Gewoon nieuws van en toen was het uit, maar... Ik vond het niet heel erg. Oh, nee. Okay. Dus niet maar ik vond het wel irritant, want het was echt net uit en dan voel je je net kut. Ja, en dan en komt er dan nog even een lading juice. Dus iedereen wist het. Oh. Ja, nee, dat maar snap is ik. Maar dat is wel meteen duidelijk. Ja, mensen weten het meteen op een gegeven moment. Oké, wie is je stijl inspo? Ja, Hailey Bieber, waar we net Bieber, over hadden. Ja. Ik vind haar stijl zo cool. Zo'n low-waisted jeans, dat zij toch altijd ja, aan. Ja, oké, en blazers. Ja, of zo'n jack, zo'n leren jasje, die is van de Zara en zo. Ja, dat vind ik inderdaad wel heel cool. Ja, voor mij dus ook Hailey Bieber, want ik vind haar ik vind haar dit zo vet, cool. Ik zou dit nu aandoen. Ja, same. Oké, me eens. Ze is gewoon cool. Wat was je slechtste aankoop? Qua kleding. Dat kan je echt ook spijt van zijn. Hebt. Je denkt, dit draag ik nooit. Was ik heb het hier laatst over gehad. Echt die slechtste aankoop, dit pak. Ja, dit is echt, dit is echt heel lelijk. Oh nee, dat is heel slecht. Alles wat je koopt vindt. Heb je nooit spijt gehad van iets duurs dat je achteraf ja, denkt, dit vaak. Was niet nodig? Ja, heel vaak. Ik nu aan het nadenken. Heel vaak? Elke weekend dat ze wat koopt, denk ze ook. Nee, maar ik kan echt wel soms een miskoop maken. Ik heb wel eens een rood Balenciaga tasje gekocht in Rome toen. Die? Ja. Rood misschien wel. Maar ik vind rood... En ik weet niet, want hij is niet per se lelijk, maar ik heb hem gewoon bijna nooit om. Dus dat is gewoon ik vind wel aankoop. Met rode Jordans of zo leuk. Ja. En wat heb je geleerd ervan dat je dat nu niet meer doet? Niks. Of gebeurt het gewoon beter nadenken. Oh, okay. Nee, ik heb echt nog nooit gehad dat ik een tas kocht en dat ik hem... Tuurlijk heb heel je sommige vind. Dingen minder om, want het is een gekke kleur of zo. Maar ik vind deze gewoon... Ja, ik vind hem ook niet per se niet mooi. Ik weet niet wat het is. Ik heb hem gewoon heel weinig gedragen. Je draagt hem gewoon niet. Ja, hoeveel paar schoenen heb je ongeveer in kop? Ik weet het echt niet. Ik heb gewoon heel veel Jordans. Dat is echt een verkeerd... 50, 20. Dat is nee, verkeerd geen 50. Misschien 20. Hakken. Ik heb denk ik... 6 paar hakken of zo, 7. Oh, dat is echt niet veel. Nee, ik had verwacht dat jij gewoon een hele grote inloopkast had met allemaal... Ja, ik heb wel een grote inloopkast, een soort maar Kris niet... Jenner-achtige nee, kast. Nee, nee. Oh, Kylie Jenner is zo'n mooie. Ja, die kast. Nee. Ja, en ik heb iets van... Hoge laars heb ik iets van 5 paar, 6 paar. Oké, het valt best mee. Het valt mee. Ja, mensen het denken echt, het valt mee. Ja. Nee, maar ik had dus echt een hele grote inloopkast in mijn hoofd. Nee, maar ik doe ook maar best wel vaak maar het schijn. Ja, het lijkt allemaal zo. Het lijkt allemaal zo. Wat is het duurste item in je kledingkast, je hoeft niet te blijven zeggen. Mag wel. Mag wel. Als je daar heel erg een behoefte bij voelt. Gewoon qua kleding, toch? Of ja, tas, mag ook tassen. Mag ook. Ik denk, ik heb wel eens een Louis Vuitton jas gekocht. Oké. Winterjas? Ik weet niet hoe duur die was. Nee, en ik denk dat het duur is, maar ik weet niet zeker.
Een jas. Volgens mij wel. Het is een spijkerjack. Dat heb ik nu een keer in Parijs gekocht. En die draag ik nog steeds superveel. Hij is echt heel leuk. Nou, gelukkig is dat geen miskoop. Nee, dat is geen miskoop. Okay. Nou, daar komt hij. Meest overrated fashion merk. En waag het om Hidden Hills te zeggen. Ik denk Jacquemus. Oh, je durft bijna niet te zeggen. Jacquemus. Ja, ik heb weet geleerd. Niet hoe je het uitspreken. Jacquemus. Nee, Jacquemus. Ik heb dat geleerd van een vriendin van mij, zijn styliste. Jacquemus. Ja, het is Frans, of niet? Jacquemus. Heel veel mensen vinden het heel leuk. En ik vind dat ze wel leuke dingen hebben. Maar voor zo'n klein kuttasje waar je nog niet eens een fucking tampon in kan zetten. Betaal je 700 euro. Dus ik zit hier te judge op mezelf ook. Ja, die kleine tasjes zijn wel het is cute. Niet praktisch. Ik heb één zo'n tasje en daar past een super tampon in. Het is super duur, maar het blijft altijd zijn waarde houden. En dit gewoon niet. Ze hebben wel coole items hoor, maar ik heb gewoon niet het gevoel alsof het zijn waarde houdt. Ik denk dat het over een paar jaar weer weg is, maar dat denk ik. Bij Chanel is dat wel anders, bij Hermès ook. Ja, toch? Ja. Klopt. Balenciaga is nu ook cancelled. Dus ja, ik ben ook wel... Ik ben er ook wel echt even klaar mee. Ik ga ook echt de winkel even niet in. Nou, weet je wat ik heb? Ik vind het sowieso... channel. Gina gespot in Balenciaga. Nee, niet een persoon dat ik daar voor de winkel niet meer in wil. Maar ik hoef het ook echt even... Ik heb eigenlijk ik hoef er niet meer te kijken. Het is even klaar misschien. Ja. Ja, ik vond het dus voor... Ze waren heel goed bezig, toch? Ja, ik vond het echt een heel leuk merk. En toen kwam dat en mensen dragen het nu ook minder. Okay. Nou, nu komt de serieuze vraag. Echt? Ik kan het bijna niet serieus nemen, want ze zijn heel medeweerd. Waar ze... Waar zie je jezelf in 5 jaar? Ik vind het zo'n moeilijke vraag. Ja. Ik had het hier laatst over met vriendinnen. Toen we gingen ook echt dat soort vragen opzoeken. Omdat we gewoon niks meer hadden om over te praten. Je zat het te vaak. Dan ben je 23. Wat zijn er echt doelen op je 23 dat je denkt, dat wil ik behaald hebben? Kijk, ik ben 21. Ik zie mezelf over 5 jaar dat ik mijn studie heb afgerond. Dat ik... mijn social media is gegroeid. Ja, tuurlijk, dat soort dingen. Ik hoop dat mijn social media nog steeds goed gaat. Ik hoop dat ik ook wel mijn eigen kleding groot heb en dat allemaal gewoon goed loopt. Leuk. Ik hoop wel dat ik... Ja, dat zijn meer doelen voor mezelf, maar ik zou het ook wil wel leuk vinden... Wil je nog in Amsterdam wonen over 5 jaar of zie je jezelf ergens in het buitenland? Nee, ik zou wel altijd in Amsterdam willen blijven wonen, maar ik hoop wel dat ik in 5 jaar wel een keer een tijdje in het buitenland heb gewoond. Oh, ja. Okay. Maar niet per se... Amerika? Over 5 jaar, maar misschien in zoiets. Of, dat je een half jaar even naar Bonaire of Parijs, gaat. Of Parijs. Ja, meer wel echt een stad. Of New York of LA of zo. Oh, dat is wel heel vet. Dat lijkt me heel leuk. Ja. Dan maak je ook vrienden voor het leven. Ja, en ik hoop ook wel dat ik jong misschien... Niet als ik al 23 ben, over maar... 5 jaar, dus een zou je dan ook jaar. Een goede relatie willen? Op je ik hoop wel dat ik steady relatie heb als ik Maar wat, wil je op je 23 al kinderen? Nee, maar ik zou op zich... 24, geen... 25. Ja, nou, ik zeg je heel eerlijk, kijk, stel je voor, ik ontmoet nu een vriend en ik zou het financieel kunnen. Ja. En de relatie voelt heel goed aan. Je hebt 2 jaar lang een relatie, dan vind ik het best leuk om op 24 moeder te zijn. Ja. Tuurlijk. Het ligt helemaal in je situatie. Het ligt gewoon inderdaad aan je situatie, maar als ik nu na de zomer gewoon een vriend krijg en dat helemaal leuk is, dan ga je niet je hebt al 4 jaar met hem of zo. Toch? Nee, klopt. Nee, 23, het kan ook nog wel. Ik zag ook zo'n TikTok dat mensen... Ik zou heel graag jong moeder willen worden. Zeg maar niet 18, maar 3, 24 zou ik wel echt leuk vinden. Wat vinden jullie van deze? Ik was het helemaal vergeten. Hoe komen we hier nou ineens bij? Heb je deze nog niet gezien? Nee. Op TikTok gaan die ook helemaal viral. Wat is dit, jongens? Dit zijn schoenen. Ik vind het een beetje videogame. Dit is ons nieuwe design voor de volgende collectie. Oh! Ja, dus hoezo ben je het aan het afkijken? Wie is het model? Andere kleur had ik wel leuk gevonden. Ja. I'm sure. Nee, ik ben geen fan, jongens. Ik nee, ook niet, hoor. Ik denk dat hem zo was. Yay! Wat vond je ervan? Heel leuk! Dank je wel dat ik mocht komen. Ja, gezellig. Het is altijd leuk om even lekker gewoon te kletsen over dingen. Ja, afcamera nog een beetje... Juice. Ja, we waren voor afcamera. Ja, helaas. Heel stom dat ik zeg, iedereen denkt wat? Ja, het valt best mee. Ja, het valt mee. Ja. We zijn lief. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar de 2e aflevering. Ja. En Gina, heel erg bedankt dat je er was. Ja, dankjewel. En dan zien we jullie voor de volgende aflevering weer.